De Veestraat in Tilburg is in rep en roer. In de volksbuurt knapt de woningbouwvereniging Tiwos 30 huurwoningen op. En er moet veel gebeuren. Ze zitten al in de derde week en ze zijn nog niet eens op de helft volgens mij. Dus dat gaat wel 6 weken duren, denk ik. Het huis van Anja van Mierle is als eerste aangepakt en staat op zijn kop. Ze kampeert in haar eigen huis. Dit is mijn badkamer, waar ik al 16 dagen geen gebruik van kan maken. Zoals je kunt zien is het echt geen leven hier. Ze lopen hier met stofkapjes op en ik kan de slaapkamer niet uit. Het is allemaal, staat allemaal vol. Ja, voor mij is het de dagelijkse leefbaarheid die mij wel toegezegd is. En het zal allemaal heel erg meevallen met de meubels aan de kant schuiven en wat stofoverlast. Maar mijn hele leven ligt op de kop. De situatie bij Anja levert veel emoties op bij buurtbewoners van wie het huis nog moet worden gerenoveerd. Het is echt dit prijs. Dat een gezin met een kindje zonder aanrecht zit, zonder wc zit. En dat we wisten dat er gerotzooid zou worden en we wisten dat we puinhoop zou krijgen. Maar dat ze het zo zouden doen, nee. Niet zo. Dus ze moeten bij mij, wat ze hier nou van leren, bij mij anders doen. Goedemiddag. Wethouder Hamming kwam gisteravond op bezoek om de problemen van de bewoners aan te horen. De emoties liepen soms hoog op. Ik stel vragen, krijg geen antwoorden. Ze krijgt nog niet eens een sleutel, terwijl ze wel huur betaalt en haar eigendom in dit huis staan. Maar ze nog niet eens haar eigen huis. Het gesprek tussen de bewoners, de wethouder en de woningbouwvereniging duurde een uur. Punten van verbetering werden genoteerd en de woningbouwvereniging probeert nu komende week de problemen van de bewoners op te lossen. Ja, ik zie hier wel dat mensen dus verschillende verwachtingen hebben gehad wat tot een hoop ellende leidt. En daar is niemand mee gediend, de woningbouwvereniging niet en de bewoners niet, dus dat moet echt beter. De uitkomst is dat er 6 punten opgeschreven zijn dat ze daar opnieuw naar gaan kijken. Tevreden? Ja, kan ik nog niet echt goed zeggen. Dus nog even afwachten. Ja. Eerst zien dan geloven? Ja, precies.